Veel horecaondernemers maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Door de maatregelen is alle horeca al meer dan een maand gesloten. Er is dus geen omzet, maar de vaste lasten lopen nog wel door. Arjen Kaptein en Martin Rudolfi hebben 3 horecaondernemingen in de stad en ook zij zijn bang voor grote gevolgen. Het is ook moeilijk in te schatten wanneer alle maatregelen zijn gestopt. Wat de omzet dan gaat doen? Komt de omzet weer terug zoals hij was? Want je hoort nu al dat er een fikse recessie in het verschiet is. En komt dan, is die omzet weer op het oude niveau? En op dit moment kunnen we ook niet goed inschatten wat voor begroting we moeten maken. Omdat we gewoon weer niet weten wat na deze periode wat ons te wachten staat. Die kosten die lopen gewoon door. En naarmate het langer duurt dat je dicht blijft, hoe groter de probleem wordt. Want je kunt dat namelijk niet oplossen. Dat wil niet. Je kunt niet die schulden die je nu opbouwt, kun je niet in die periode dat je weer open gaat wegwerken. Dat heeft echt een behoorlijk lange tijd nodig. De ondernemers denken dat het lastig wordt om weer open te gaan als iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Je kan veel minder gasten seaten, hè? Dus dat zal er een beetje op neerkomen dat we misschien 30% van de omzet gaan draaien. Nou, dan kunnen we beter de deuren gesloten houden. 1,5 meter afstand tussen de mensen achter de bar of in de keuken, dat kan ook niet. Als je kijkt in de horeca hoe klein de keukens vaak zijn. Dus het is gewoon heel lastig. Om aandacht te vragen voor dit probleem werd gisteren in het hele land actie gevoerd. 10 minuten lang stonden werknemers in stilte voor hun bedrijf. Pure stilte, het is sowieso stil in de stad. En dat was wel een heel mooi gebaar. Ook een stuk saamhorigheid en samen staan we sterk. Gewoon even je zorgen kenbaar maken. Ik denk dat iedereen wel weet dat wij ons zorgen maken. Alleen, ik vond dit wel een heel mooi gebaar. Vanavond zal in een persconferentie van het kabinet duidelijk worden of de maatregelen in de komende tijd zullen veranderen voor de horeca. We hopen natuurlijk dat Mark Rutte zegt, jongens, ga maar open, vol gas. Maar we weten nu al wel, daar hoef je geen helderziende voor te zijn, dat het hem niet gaat worden. We denken zeker dat er nog wel 2-3 weken bij komt. Maar dan willen we toch wel heel graag weer, en al onze collega's ook, proberen onze gasten een hele fijne avond te bezorgen. En dan ook nog op condities die te doen zijn, zodat er wel een boterham te verdienen valt voor iedereen. En dat de gasten zich er prettig bij voelen, maar de ondernemers natuurlijk ook.